Hey, goedemorgen. Het is ongeveer, hoe laat is het nu? Ja, het is bijna 10:30 en wij moeten zo de deur uit, want mijn ouders zijn ook in Hongkong aangekomen. Ze zijn hier ook voor de 30ste verjaardag van broertje en natuurlijk mijn 31ste verjaardag. We gaan ze even ophalen, want ze gaan eerst even bij mijn broertje appartement chillen en daarna hebben ze een eigen appartement gehuurd via Airbnb. Ik ben eerst even aan het ontbijten, natuurlijk met havermout en banaan. Dit uitzicht. Oh, de ramen zijn best wel vies. Ik weet niet of je dat ziet. Maar ja, voor de rest hebben wij vandaag niet zo heel erg veel plannen. We gaan sowieso naar TST, naar de haven. Dat is echt heel mooi, de Avenue of Stars. En daartussendoor, ik moet ook nog een video opnemen voor zaterdag en editen. Dus gaan we gewoon even kijken hoe we dat gaan inrichten. OMG trouwens, ik heb deze babyolie gekocht bij Watsons. En hij ruikt gewoon naar marshmallows. Als je ergens langs een Watsons komt, ruik er dan zeker eventjes aan. Hij is zo lekker. Hey, het is nu een stuk later. Het is namelijk 7 uur. Wij zijn nadat we mijn ouders compleet waren misgelopen en alles was misgegaan met de communicatie, zijn we teruggegaan naar de kamer. Ik zat ook absoluut niet lekker in mijn vel. Ik had te weinig geslapen de afgelopen paar dagen. Die hoest die hakte er toch ook in. Dus ik ben eigenlijk meteen een dutje gaan doen. Toen ik wakker werd, voelde ik me eigenlijk ook nog steeds best wel rot. Ik merk dat het vloggen toch, hoe zeg je dat? Toch ook vrij confronterend is, om het zo maar te zeggen. Het is wel, ondanks dat je maar 10 minuten van mijn dag ziet, is het de bedoeling dat ik je meeneem in mijn gedachtegang en in mijn persoonlijke leven. En ik doe dat echt met alle liefde. Maar toch is het ook heel erg beangstigend om zoveel van jezelf te laten zien. Ik heb namelijk ook heel vaak in mijn leven gehoord dat mensen bang voor me zijn, omdat ik vrij direct ben en eigenlijk geen filter heb wanneer ik praat. En dan ben ik gewoon ook bang van wat jullie van mij dan als persoon gaan vinden. Natuurlijk kennen jullie me van de zaterdagvideo's, maar dit is zoveel persoonlijker, waardoor je op een gegeven moment misschien ook een soort van verlamd bent. Oh, maar wat als ze me niet leuk vinden als persoon? En ja, je weet ook niet tegen wie je het hebt, want ik heb jullie nooit in het echt ontmoet. Wat ik wel dolgraag zou willen. Ik hou echt van luisteren naar andermans verhalen en wat jij allemaal meemaakt en wat je allemaal doet in je leven. En dat stukje interactie mis je gewoon een beetje. Dus wat ik sowieso heel erg leuk zou vinden is als je in de comments achterlaat wie jij bent, wat je doet, hoe oud je bent, wat jou bezighoudt in het dagelijks leven. Dan hebben we iets meer van een gesprekje of zo dan dat ik in mijn eentje tegen een camera aan het kletsen ben. En jullie laten sowieso al heel veel comments achter, wat ik echt fantastisch vind en heel erg leuk om te lezen. Iets anders wat heel erg aan mij knaagt, even heel eerlijk, is dat ik gewoon niet weet wat er aan het einde van deze reis op mij wacht. Om het zo maar te zeggen. En ik ben daar nooit goed in geweest. Zelfs bijvoorbeeld het boeken van een hotel in Hongkong. Ik boek dan bijvoorbeeld een reservehotel in Hongkong, zodat ik zeker weet dat ik een hotel in Hongkong ben. Terwijl ik aan het kijken ben om hotels in Hongkong te boeken. Ja, zo erg is het dus. Dat is gewoon een ding wat in mijzelf zit. En ik merk dat ik af en toe, zeker één keer in de week, zo'n soort van breakdown heb. Waarbij ik elke dag dat ik verder reis ook ervaar als elke dag dichter bij het einde. En ik weet dat dit niet de manier is om te denken, maar af en toe halen die gedachten me gewoon in en dan wordt het me allemaal gewoon even te veel. En gelukkig kwam mijn vriend binnen en konden we daar heel goed over praten. Dan ben ik dat gevoel ook kwijt en dan kunnen we weer een week verder. Maar laten we ook absoluut niet vergeten dat op reis zijn geen vrijbrief is voor een soort van gelukkig leven, om het zo maar te zeggen. Er gebeuren ook gewoon rotdingen op reis. Je hebt af en toe gewoon een baaldag, dat je gewoon te weinig geslapen hebt of te weinig gegeten. En zo'n dag heb ik minimaal één keer in de week. En vandaag is zo'n dag dat gewoon alles me even te veel wordt en ik gewoon absoluut niet lekker in mijn vel zit. En dan doe ik een dutje en dan is het nog steeds niet beter. En gelukkig is op dit moment wel mijn vriend bij me om mij, ja, daar doorheen te loodsen. En normaliter doen we dat altijd via FaceTime, want ik praat ook gewoon heel veel met hem over FaceTime. Maar nu voel ik me wel een stuk beter, nu we erover gepraat hebben. We hebben afgesproken met mijn broertje en mijn ouders zijn er ook om samen te gaan eten. En dan gaan we ook naar de Avenue of Stars, wat echt de beroemde haven is van Hongkong. Dus let's go, vanaf hier weer positieve gedachtes en leuke dingen doen. Ik dacht, ik laat je nog even snel zien wat ik aan heb, want dat heb ik nog helemaal niet laten zien. Ik heb een t-shirt aan uit Zuid-Korea, Cloudfine, super toepasselijk voor vandaag. Een kanten rok, als je het kan zien. Driekwarts kanten rok. Je kan mij, oh, dit dingetje.
Je kan mijn outfits trouwens ook op Instagram zien. Zolang ik in Hongkong ben, doe ik een beetje mijn best om me leuk aan te kleden. En dan post ik ook Instagram foto's. Dus deze kanten rok en deze slippers die ik gisteren heb gekocht. Ik ben zo blij met ze. Ze lopen echt heel lekker. En ze zijn stoer genoeg om de meeste van mijn outfits een beetje op te stoeren. Op te stoeren. Je hoort. Yay. Ik ben trouwens echt gek op deze tas. Kijk hoe zacht het leer is. Ongelooflijk. Ik kan gewoon niet geloven dat dit €20 kost. En hij is de perfecte grootte. Ook voor mijn camera erin. Ja, I love it. Love, 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 love mijn tas. Yay, mijn ouders zijn er. Ellie. Yay. We gaan nu samen eten met z'n allen. Ah, Nathan Road. Daarachter zit Chongqing Benches. Daar zat ik de eerste keer toen ik in Hongkong kwam. Kan ik je absoluut niet aanraden. Maar voor de rest, nu ben ik pas in Hongkong. Dit is echt, Nathan Road is zo typisch. En wij gaan deze kant op. Deze kant zit, dit is Kowloon Park, toch Nish? Aan die kant. Daar zit Kowloon Park. Dat is overdag heel leuk. Gaaf. Eén ding wat je echt moet weten over Hongkong is dat het net Hogwarts is. Ik weet niet of je Harry Potter kijkt, maar in het kasteel, zeg maar, daar verschuiven die trappen de hele tijd automatisch, waardoor je elke keer een andere route moet lopen. Maar kijk, dit is zeg maar de straat waar we net vandaan komen en dan loop je er hieronder en dan loop je naar daar even doorheen en dan ineens kom je bij een restaurantstraatje wat helemaal verborgen is aan de andere kant. Moet je maar net weten, maar het is echt fantastisch om deze stad zo te ontdekken. Er zijn allemaal verborgen straatjes en winkeltjes en restaurants. Er zoveel te zien. Crazy. OMG, OMG, Ebenezer's. Ik ben één keer in een dronken bui ben ik bij Ebenezer's geweest, maar dat is zo blijven hangen. Mijn broertje vindt het echt goor, maar ik vond het toen zo lekker en is echt blijven hangen. Ik moet het nog een keer eten. Oeh, Stefan en ik gaan lumpia's delen. Jammer. Nish en ik hebben een Maleisische laksa besteld. Dat is een soort noedelsoep. Ik heb met vis. Nish heeft met garnalen. Het was echt zo super lekker. Ik vind het echt bijzonder om te ervaren wat de verschillende smaken zijn tussen de verschillende landen. Taiwanese eten is echt anders dan Koreaans en ook weer echt anders dan Chinees. En Maleisisch eten is ook weer echt anders dan Chinees eten. Ah, de beroemde skyline van Hongkong. Ik vind het eerlijk gezegd beter dan de Peak. Ik ben niet zo'n hele grote fan van de Peak. Dat is zo'n heel hoog uitkijkpunt. En dan kijk je uit over Hongkong, wat op zich wel mooi is. Maar ik vind dit persoonlijk, vind ik dit indrukwekkender. Als je al die gebouwen zo de lucht in ziet steken boven je. Magisch. Elke keer weer. Ze hebben om 8 uur elke dag hebben ze ook een lichtshow. Maar die is best grappig, maar niet noodzakelijk om te zien. Wauw, kijk al die regenboogkleurtjes. Te mooi. Bij Sushi One krijg je na 10 uur op alle sushi 50% korting. Er staat dan ook elke dag een rij na 10 uur van mensen die goedkoop sushi willen eten.
Stefan heeft een ijsje van de McDonald's. En ik heb een black and white coconut pie. McDonald's heeft blijkbaar zwart-witte themaweken of zo. Black and white coconut pie. Er zit een soort kokospudding in. Ik weet niet hoe lekker dit is. Het is wel oké. Ik moet even een beetje door de eerste hap heen. Wel lekker. Hey, wij zijn weer terug op de kamer. En we gaan nu, OMG, ik heb hem nog niet gezien, 50 Shades of Grey kijken. That's right. Eerste reactie in 3... 2, 1. Seriously, this is it? Wauw, wat een slecht einde. Ik moet eerlijk zeggen, de film aan zich vind ik vrij slecht in elkaar gezet. Maar dan alsnog is het wel een vermakelijk verhaal. Maar het einde, dat is wel de druppel hoor. Sorry, dat kan echt niet. Stefan zegt, een slechte versie van Gossip Girl. Eigenlijk gewoon een hele lange aflevering, maar dan ook nog eens de slechte versie. Ja, ik weet dat het hip is om 50 Shades of Grey te bashen. En ik was het niet van plan, want ik dacht, nou ja, het zou vast wel een leuke film zijn. Weet je wel, ik bedoel, die boeken waren relatief vermakelijk, ondanks dat ze slecht geschreven zijn. Maar dat einde, nee, dat kan gewoon echt niet. Oké, nou, wij gaan slapen met echt een... een soort van... wat? Gevoel? Oké, nou ja, goed. Morgen weer een dag. Dankjewel voor het kijken. Als je deze vlog leuk vond, dan kan je aan deze kant nog meer afleveringen zien. Kan je terugkijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Dat kan hieronder. En dan krijg je alle nieuwe afleveringen krijg je automatisch binnen. Wanneer je deze vlog ziet, ben ik jarig. Precies op... Wow. Deze dag, 12 mei. Woensdag 12 mei. En ik zou het echt heel tof vinden als je abonneert. Ik had een doel van 10.000 abonnees voor mij of op mijn verjaardag. Ik weet niet of ik het heb gehaald, maar ik zou het wel heel tof vinden als je gewoon al meehelpt en je abonneert. Ongeacht of ik dat doel nu wel of niet heb behaald. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen. Welterusten.